ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij. Zoals jullie misschien weten heb ik een video gemaakt over dat ik een nieuwe match ga proberen te vinden op Tinder. Die video staat hier op mijn kanaal online. Ik ga dan op Tinder met mijn foto's. En ik was heel erg benieuwd hoe jongens reageerden op transgenders op Tinder in 2018. Ik vond die video echt heel erg leuk. Ik vond dat hij heel leuk is geworden en er zo enorm leuk op gereageerd. Dus ik dacht, ik ga de girls versie doen. En ik ga kijken hoe vrouwen in 2018 reageren op een transgender op Tinder. Ik ben heel erg benieuwd. Mijn screen record loopt weer. Die komt nu weer hier in beeld. En wij gaan naar Tinder. Ik heb mijn accountfoto's een beetje veranderd. Ik heb al mijn matches heb ik weggegooid. En nu moet ik eventjes een nieuwe over mij verzinnen. Hoe pak jij een groot bord van de borden? Stapel er tussenuit trekken of de kleine borden er eerst afhalen. Hoe zet ik het op geïnteresseerd in iets anders? Want, oh hier, geslacht, mannen, vrouwen. Maar wat ik me dus afvraag, krijg ik dan gewoon alle vrouwen die erop staan? Of krijg ik alleen maar de vrouwen die ook geïnteresseerd zijn in vrouwen? Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat we gewoon weer precies hetzelfde gaan doen. Alles lekker naar rechts swipen tot ik 30 matches heb en daar lekker mee kletsen. Dus ik ga iedereen... Maar wat ik dus wel echt denk, waar ik ook wel een beetje bang voor ben... Oh, een match. Is dat meisjes mij kennen. Kijk, jongens, ja. Die weten 9 van de 10 keer toch niet wie ik ben. Ik ben dus heel erg bang dat die meisjes allemaal gewoon weten wie ik ben. Zo. Bij mannen had ik al 100 matches. Dit gaat niet. Ik zag wel iemand met hele goede make-up. Hoeveel matches heb ik? Ik heb er 1. Dit gaat denk ik net ietsje langer duren dan bij de mannen. Vinden vrouwen mij dan niet interessant of zo? Of ben ik niet zo goed met vrouwen? Want bij de mannen was ik echt wel dat ik dacht van, nou, dat gaat lekker. Ik had echt binnen no time 30 matches. Ik heb er echt al heel veel naar... Ik mag al niet meer naar rechts swipen. Nee. En ik heb maar 1 match. Ik denk dat ik moet gaan betalen. Oké, ik heb voor 1 maand betaald. Want anders had ik geen likes meer. Nou, dat is natuurlijk niet leuk. Ik ga nu weer lekker naar rechts swipen. Wat erg, ik heb pas 1. De vorige was zo'n confidence boost en nu is het een beetje tragedie. Oh, ik kende die persoon. Ik kende er eentje. Ik denk dat ik misschien terug moet gaan komen. Oh, ik heb er een match. Ja, het gaat nu beter. Ik heb er nu 3. Het zijn allemaal leuke meisjes, zeg. Heel leuk. Heel knap ook. Ik zag ook al een paar echt met make-up. Ik denk dan dat die mij, weet je, misschien dan wel kennen. Hoeveel matches heb ik nu? Ik heb er nu 3. Ik wist wel dat deze ietsje lastiger gaat worden, maar ik ga er straks naar de film. Naar welke film ging ik ook weer? The Endgame of zoiets met games. De persoon reageert. Ze zegt er tussenuit trekken. Dus ik zeg yes, want ik ben ook een persoon die het echt tussenuit trekt. Dat geeft toch gewoon meteen een soort van chemie. Als die andere persoon ook de borden er lekker gewoon even tussenuit rukt. Ik heb er gewoon geen geduld voor. Vervolgens, wat had ik ook weer als verhaaltje? Voordat we verder gaan praten, wil ik wel... Dat je weet dat ik transgender ben. Dit is wat directer dan de vorige die ik had. Dit vind ik wel een goeie. Ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Dit is in ieder geval de eerste match. En ik ben Tinder pro. Tinder pro, zoiets. Dus ik kan de hele dag zo blijven zitten. De hele dag zo door naar rechts swipen. Het is wel minder leuk als je geen matches krijgt om de 2 seconden. Moet ik daar iets op tegen hebben dan? Zegt ze. Nou ja. Sommige vrouwen vinden dat niet... chill. Ze reageert gewoon, moet ik er iets op tegen hebben. Gewoon zo van, who the fuck cares? Ik denk dat vrouwen het sneller accepteren dan mannen. Mannen, dus is een soort van, er zit toch een beetje een laagje overheen van, hoe ik me trots, weet je wel, ik moet me trots hoog houden. En ik denk dat het bij vrouwen iets minder boeit of zo. Dat denk ik, hè. Maar daar gaan we natuurlijk nu achter komen. Maar ik denk dat ik het gewoon even moet laten gaan. Dat ik het gewoon even rust moet geven. En de kans moet geven voor hun om te antwoorden. Het is 4 voor 4. Dus misschien zitten heel veel mensen nog op werk. En dan gaan ze niet op Tinder zitten. Wat ik overigens heel erg snap. Dat is echt heel lief. Ze zegt gewoon, ik hoor niet bij die vrouwen. Echt heel tof. Ik was nog wel eventjes deze video een uurtje of 2 uurtjes op te nemen. Maar nope. People don't like me. They don't like me. Dat is echt zo lief. Ze zegt, ik vind het echt super dat je bent hoe je wilt zijn. Dat meen ik echt. Dat is zo lief. Dat is echt heel lief. Oh my god. Nog iemand. Die gewoon lekker het bord ertussen uitdrukt. Jij snapt het. Ik denk dat ik wel op 1 lijn zit met vrouwen. Ik denk dat voor de rest wel goed komt. Stel, ik zou ooit nog lesbisch worden. Dan komt dat denk ik best wel goed.
Ja, komen jullie terug als de film af is gelopen en als we weer thuis zijn. Oké, I'm back. Het is ondertussen 8:30. De film was erg leuk. We gingen naar Game Night. Het was een erg leuke film. Maar nu gaan wij naar Tinder. Ja. Ik heb 22 matches en een hele hoop zijn al gaan praten. Dus let's begin. Anna zegt hey. Dus ik zeg, voordat we verder gaan praten, ik stuur het nu eventjes naar iedereen toe. En als we dan gaan praten, als jij de ware bent, spring ik een gat in de lucht. Zo niet, doe ik het nog steeds. Nou, laat je eerst eventjes weten dat ik transgender ben. Oké, er zijn nog meer mensen. Tot nu toe zegt iedereen sowieso het grote bord ertussen uittrekken. En dan alles kapot maken per ongeluk. Ja, dit zijn mijn mensen, jongens. Iemand zegt, oké, is dit een probleem voor... Tot hoeverre ben je transgender? Tot in hoeverre ik klaar ben? Of tot in hoeverre ik... Je kan toch... I don't get it. Hier zegt iemand, no worries. Het is lief dat je het zegt. Om eerlijk te zijn ben ik niet per se op zoek naar relatie, liefde of whatever. Maar vind het nice om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik ga nog wel even wat heen en weer swipen. En dan hoop dat er nog een gesprek uitkomt. Met mannen ging het allemaal net even wel ietsje sneller. Waarom zit er zoveel mannen tussen? Ik heb echt al 5 mannen of zo hier tussen zien staan. Lijkt me, wat is er dan misgegaan? Zouden dat dan mannen zijn die op lesbische vrouwen vallen? Denk je? Zou dat kunnen? Ik heb 3 mensen naar rechts geswiped die ik ken. Die ik oprecht gewoon ken. Dus dat is echt super grappig. Want hun denken waarschijnlijk, what the fuck is dit? What the fuck, Jessie, wat doe jij hier? Ondertussen heb ik 51 matches. En de gesprekken liggen dood. Vrouwen zijn niet goed in Tinder. Ze praten gewoon niet. En dan denk ik, het is 9:10. Dit is de tijd dat iedereen bij de televisie op zijn mobiel zit. Dus waar gaat het hier fout? De matches stromen wel binnen, maar echt de gesprekken... niemand praat. Nu hebben 3 mensen gezegd, I don't care. Oké, that's cool. Geen probleem. Cool dat je er zo chill op reageert. Tot nu toe heb ik het idee dat geen enkele vrouw waar ik nu een match mee heb gehad, heeft zo'n probleem mee gehad. Ik heb gewoon gezegd, oké, cool, I don't care. En ze wil gewoon een gesprek starten. Zegt, oké, geen probleem. Vertel eens wat je op Tinder doet. Wat cool dat je er zo chill op reageert. Iemand anders zegt, respect vind ik geen probleem, dat bewonder ik juist. Ik vind, ja, gewoon letterlijk, allemaal. Respect, ik vind het cool, wat fijn dat je eerlijk bent. Respect, I don't care. Echt cool. Ik vind dat iedereen lekker zichzelf moet zijn, of je nou gay, straight, trans of weet ik wat bent. Het is allemaal oké. Jongens, dit is een kleine stap voor de mens. En een mega snap. I'm not going there, maar... Honestly, ik denk dat het ondertussen gewoon in 2018 zo bespreekbaar is gemaakt. En bespreekbaar gemaakt wordt. En steeds meer overal te zien is. Dat mensen er gewoon echt oprecht heel bekend al mee zijn. Precies weten wat het inhoudt op een aantal mensen. Nou, ik denk dat oprecht niemand meer bij het woord transgender denkt. Wat is dat? Hè? Wat is dat? Weet je wel? Misschien mijn neefje van 5 denkt. Hè, wat is dat? Want die snapt er natuurlijk helemaal niks van. Maar ik denk dat iedereen oprecht tegenwoordig wel weet wat het is. En misschien nog niet per se de 100% goede uitleg en de goede mening daarover. Alleen, ik merk echt wel dat het in ieder geval de reactie van mensen op dategebied, zoals Tinder, nou, dat is date, seks, whatever, is het echt wel, ja, echt wel nice, echt wel cool, echt wel heel erg, bij mannen heel respectvol en vrouwen die het echt gewoon geen probleem vinden, dus die zeggen, ja, I don't care, weet je, het is toch gewoon normaal, like, who cares. Ik vind het echt heel tof, om te zien dat in 2018 het zo is, dus ben je trans, want er zijn ook genoeg trans lesbische vrouwen, die in het lichaam van een man zijn geboren, vervolgens naar het lichaam van een vrouw zijn gegaan, omdat ze een vrouw zijn. Maar dan wel gewoon gevoelens hebben voor vrouwen. Dat is ook niet raar, dat kan ook gewoon, weet je. Dus ben je een trans vrouw, je valt vervolgens op vrouwen, net als gewoon hetero, gay, who the cares. Hoe iedereen reageert bewijst gewoon maar hoe open, hoe lief en hoe begripvol en respectvol iedereen gewoon reageert. Zelfs op zo'n platform als Tinder, een dating, hook-up, seks. App. Hoe ik het nu heb ervaren op Tinder is, vrouwen hebben er echt gewoon eigenlijk geen probleem mee. Die boeien het echt niet in een relatie, niet in seks, niet in dat die het echt gewoon helemaal niks boeien. Mannen zijn wat meer afgeschrokken, maar vervolgens in 2018 wel echt heel erg respectvol, heel erg lief en heel erg gewoon van,
oké, niet mijn ding, maar je ziet er goed uit. En gewoon mensen die het ook zeiden van, oké, je bent heel knap, ik zag het niet, maar het is niet helemaal mijn ding. Dus ja, ik vind echt dat we in 2018 op dategebied, hoe ik het in ieder geval ervaren, op seksgebied, want je kan natuurlijk ook gewoon als transgender zijnde seks op een Tinder app of zo krijgen, wel heel ver zijn. En denk ik echt wel dat je met daten en met liefde en met acceptatie en respectatie op dat gebied echt wel een end komt. Dus dit was mijn kleine Tinder test om te zien hoe mannen en vrouwen op Tinder reageren op een transgender vrouw, wat ik ben. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. In ieder geval, als jij de video leuk vond, geef even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten. Zou jij een transgender daten? Ben je hetero? Zou je een transgender man daten? Ben je lesbisch? Zou je een transgender vrouw daten? Ben je homo? Zou je een transgender jongen daten? Want er zijn natuurlijk ook genoeg trans mannen die vervolgens ook gewoon homo zijn. Laat dus beneden gewoon even weten hoe jij denkt dat je zou reageren op een transgender op Tinder. Dus laat het hier beneden allemaal weten. Ik vind het super leuk om al je leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor iedereen die mij heeft beantwoord op Tinder. Jullie zullen waarschijnlijk dit allemaal nooit zien en zullen mij waarschijnlijk allemaal niet kennen. Maar alsnog bedankt. Dus dat was de video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.